mogelijk. Ook als dat een amputatie betekent. Voor ijdelheid is even geen ruimte nu. En trouwens, of het zo leuk is om je haar te verliezen en er maandenlang niet uit te zien, nog even los van hoe je je verder voelt fysiek. Het is zo. Er is helaas geen makkelijke uitweg. Daar is de koffie. Dank je. Dankjewel. Hoe moet ik hier nou in godsnaam een zinnige beslissing over nemen? Helemaal. En wat zijn die? Er zijn twee opties. Een borstsparende operatie of borst eraf. Nou, borstsparen, dat is hartstikke fijn. Voor de keuze ga je toch? Nee, ik wil geen enkel risico nemen.